Hierbij de eerste stap om de amberwarmtepomp actief te maken. De rechter automaat die moet omhoog staan en het knipperlidje in de print gaat knipperen. Vervolgens doet u de deur dicht en heeft u een scherm. Helaas functioneert die vaak niet omdat die zwart is. Maar hoe wekt u hem tot leven als die zwart is? Door op het wiebertje te drukken. Vervolgens is de eerste stap die u neemt het indrukken van het tandwieltje. Achter het tandwieltje vindt u alle instellingen, zoals de temperatuur in de zones, eventueel de tapwaterinstellingen, klokprogramma, geluidsreductie, legionella preventie, vakantiemodus en gebruikersbeheer. Achter de gebruikersbeheer zit nog de systeemconfiguratie, bijverwarming, circulatiepomp, hybride opstelling, toestelconfiguratie en systeeminformatie. Als u op de i drukt van het scherm, krijgt u vervolgens de schermen te zien met de technische gegevens. En dit zijn de gegevens als de machine gaat werken om eventuele diagnoses te stellen. Het volgende scherm zijn de eventuele foutcodes die er niet in zitten. En het scherm daarop, sorry, ik moet even terug. Dat is eventueel de lijnen, de grafiek die u kunt uitlezen van de diverse sensoren. Om terug te gaan kunt u deze knop indrukken of eventueel het wiebertje. Hier vindt u links onderin de instellingen van de buitentemperatuur en de middelste de interieurtemperatuur van mijn interieursensor. En rechtsonder vindt u het eventuele tapwatertemperatuur die bij mij nog niet is aangesloten. Deze knop kunt u pas bedienen als het toestel aan is. Hij staat op dit moment op uit. En dat laat ik nog even zo, omdat als u technische instellingen wilt wijzigen, dan dient u eerst in het account te gaan als gebruikersbeheer, als gebruiker. En dan moet u naar de installateursaccount. Het wachtwoord is 3225. En u drukt op OK. Dan zijn de installateurstoegang geactiveerd. Vervolgens is de eerste stap die u gaat maken na de installatie en wanneer de installatie is opgestart, het ontluchten van het systeem. Het ontluchten van het systeem is ongeveer het allerbelangrijkste, omdat lucht onmiddellijk leidt tot een flowstoring. En hoe ga ik nu deze ontluchtingsprogramma activeren? Dus eerst naar de installateursaccount, vervolgens op het tandwieltje, vervolgens naar de tweede pagina, vervolgens naar de circulatiepomp. En dan kunt u, als u naar beneden gaat, vinden ontluchten CV aan en uit. Op dit moment slaat de pomp aan bij het plaatsen van een driewegklep voor een eventuele boiler. Gaat die een aantal malen aan, open en dicht en zal die gedurende 5 minuten het systeem zoveel mogelijk ontluchten. Over 5 minuten stopt hij weer en is de bedoeling dat u dat zeker een keer of 3-4 doet. De ontluchters in het systeem openzet en de ontluchtenproces zo goed mogelijk laat verlopen. Als alle lucht eruit is, kunt u de ontluchters dicht draaien. Automatische ontluchters dienen altijd ook gesloten te zijn in verband met het gebruik van propaan. De volgende film zal ik de vervolgstap tonen hoe verder te gaan.